Welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag weer een haartutorial voor jullie, namelijk dit vlechtkapsel. Ideaal voor de zomer. Zoals altijd ga ik beginnen met mijn haar volledig door te kammen, zodat er geen knoopjes in zitten. Ik heb mijn haar niet net gewassen. Het is zelfs al een klein beetje vettig, maar ik heb er droog shampoo in gedaan. Ik doe dat altijd als ik krullen ga leggen of zelfs voor een vlechtkapsel. Dat helpt mij om alles beter vast te houden. Als je dat liever met glanzend, schoon haar doet, kun je dat natuurlijk ook. Maar dan blijft alles iets minder zitten. Dus ik hou liever van een beetje meer textuur in mijn haar. Ik ga straks die twee vlechten naar achter leggen. Maar ik ga eerst waves in mijn haar leggen. Want het is een vlechtkapsel, maar het haar dat loshangt is eigenlijk wel mooier als daar zo'n beetje wat bek in zit. Dus dat ga ik eerst doen. Ik ga dat bovenste naar boven toe in een dotje of met een speld vaststeken, zodat ik dan daarna de haar hier achteraan gemakkelijk kan krullen. Ik ga voor een hele losse krul, dus ik ga niet te lang. Ik doe dat trouwens met dit. Dat is gewoon een curling wand en je moet daar je haar eventjes rondwikkelen. Heel hard opletten dat je vingers niet verbrandt. Daar zit normaal gezien een handschoen bij om te gebruiken, maar ik heb dat al zo vaak gedaan dat ik mij gelukkig niet zo vaak meer verbrand. Nu ga je zien dat ik mij vandaag wel verbrand waarschijnlijk. Maar dus ik laat dat er vijftal seconden rond. En dan ga ik dat direct al terug wat los trekken. En ik wil niet dat die krul daar te hard in zit. Ik wil echt zo'n losse wave erin. Voilà, zoals ik al zei, dat hoeft allemaal niet te speciaal te zijn. Doet dat heel nonchalant. Het belangrijkste is gewoon dat er wat volume en wat bek in die lokken zit. Ik ga dat nu afwerken met de Stylista Beach Waves Spray. In plaats van een haarlak, want ik wil niet dat mijn haar zo wat te gefixeerd staat. Dus deze geeft gewoon meer textuur en versterkt die waves. Zo, en dan mogen we dat haar bovenaan terug losmaken. En dan mag je kiezen of dat je voor een middenstreep gaat of zo wat een zijstreep. Ik heb iets tussen de twee. En dan gaan we beginnen vlechten. Ik ga aan de ene kant beginnen, links. En het is de bedoeling dat je een ingevlochten vlecht maakt. Dus je begint bovenaan met niet te veel haar. Dan mag je dan één keer vlechten. En belangrijk is dat je langs onder vlecht. Ik ga een beetje meer haar nemen. Zo. Dus zoals, ik weet niet of je ooit al eens boxer braids hebt gelegd, maar een beetje hetzelfde principe. De bedoeling is dat je vlecht daarop komt te liggen. En dat gebeurt alleen als je langs onder naar het midden vlecht. Dus dat gaan we doen. Telkens die buitenste lokken langs onder naar het midden brengen. En elke keer dat je langs onder naar het midden brengt, ga je dan langs de zijkant een lok meepakken. Je mocht dat vrij dik doen, dat hoeven geen te dunne lokjes te zijn, want dan zijn we veel te lang aan het vlechten, dat duurt te lang. En ook gewoon, het mag een dikke vlecht zijn, het hoeft niet te smal te zijn vooraan. Terwijl dat je vlecht, is het belangrijk dat je die vlecht ook zo naar achteren toe trekt. Want straks gaan we die band zo naar achter leggen en als je te veel naar beneden vlecht, dan gaat dat tegenwringen. We zijn er bijna. Dat is maar een klein stukje. Dus dat is even doorbijten en goed opletten. En dan zodra dat je aan je oor zit, moet je eigenlijk stoppen met tegen je huid te vlechten. En moet je gewoon verder vlechten in een losse vlecht. Maar blijf wel naar onder vlechten, niet langs boven. Je mag die zo ver mogelijk vlechten en dan op het einde ga ik die vastmaken met een transparant elastiekje. En dan ga ik hetzelfde doen aan de andere kant. Het eerste wat ik nu ga doen is die vlechten breder maken, want die zijn super dun omdat ik gewoon dun haar heb, dus dat zal bij veel mensen zo zijn. Dus dan ga je die gewoon een beetje lostrekken
zowel hierboven waar dat je bent begonnen met vlechten als die vlecht onderaan, gaat dat allemaal zo een klein beetje breder maken. Dan ga je die twee vlechten naar achter brengen in een band. Het moeilijkste is dan om die uiteindes onzichtbaar te maken en het te doen lijken alsof dat die band of die twee vlechten zo mooi in elkaar overlopen. Je gaat dat doen door eerst de eerste hier vast te steken en dan die andere daarover te leggen en die daar dan langs boven onder te foefelen. Dus ik ga beginnen met eerst de ene vast te steken. Het belangrijkste is al dat dat voorlopig vast zit, dus ik ga dat nu eerst in andere vlecht overleggen. Zorg dat die ook ineens zo dat plukje haar verbergt, zodat die daar mooi over ligt. En dan als het nodig is, kunnen we straks nog verder vaststeken en kunnen we ook zo die schuifspeldjes nog wat beter verstoppen. Nu ga ik die daarover leggen en dan hieronder vaststeken. Dat wordt even moeilijk, maar een beetje oefenen en dan lukt dat wel. Check dan nog eens of dat alles goed weggestoken is. En natuurlijk, hoe dikker je vlechten, hoe gemakkelijker dat is om daar een mooi ene band van te maken. Het kan zijn met dunner haar dat dat een beetje gefoefeld is, maar na een tijd lukt het wel. Ik kan het u beloven. Voilà, je kan dat nog fixeren met haarlak als je wil, maar in principe hoeft dat niet. Met die textuurspray of die beachwave spray gaan die waves er ook wel mooi in blijven. Dus voilà, een toffe zomerse look. Ik denk dat het wel leuk is, ook misschien als kapsel als je naar een trouwfeest moet. Of misschien zelfs als huwelijkskapsel, wie weet. Als jullie nog vragen hebben, stel ze dan zeker in de comments. En geef een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Salut! Yeah.